gelukkig hoefde zij niet naar het ziekenhuis. Maar ja, toch ligt gewond, dus er zijn 2 gewonden te veel. Nou was het een hele krappe steeg. Hoe lastig was dat voor de brandweer? Nou, het is krap, wat u zelf al zegt. Dus het is even manoeuvreren met de auto's. En dat zijn geen kleintjes, hè, die brandweerwagens. Dus dat is even goed passen en meten. Maar dat heeft de brandbestrijding gelukkig niet in de weg gestaan. We waren er vrij snel bij en de brand was ook vrij snel meester.